Duggan. De tas is centraal. De plek waar ik steeds terug naartoe kom. Goed, zo flinke man. Goed hoor. Blijf. Blijf. Dakota. En waar de honden ook steeds terug naartoe komen. En ik bepaal met waar ik ga staan, waar de hond uitkomt met het terugbrengen van de dummy. Blijf. Blijf. Duggan. En welke hond ik dan inderdaad stuur, welke kant op? Goed gedaan. Braaf hoor. Blijf. Dakota. Om en om, zoals in dit geval. Maar het kan ook dat één hond goed zo flink twee keer achter elkaar gaat. Goed zo. Blijf. Blijf. Dakota. Dakota. Er is nou een Franse buurman daarachter die, kom maar, die nogal hard dat gillen is tegen zijn hond. En dan reageren goed zo flink Duggan en Dakota meteen op. Blijf. Blijf. Duggan. Dus minimale handbewegingen van mijn kant. Lichaamstaal goed zo flink op de naam reageren. Kom maar. Blijf. Blijf. Dakota. Nu stuurde ik Dakota en Duggan ging. Blijf. Blijf. Dakota. Dakota zat nog naar de schreeuwende buurman te kijken. Dus nu gaat ze ook veel verder achter de dummy zoeken dan waar die ligt. Eventjes wat van slag daardoor. Goed zo, flinke meid. Knap gedaan hoor. Heel goed. Dus dat zien we meteen terug in dit soort dingen. Dan ben ik benieuwd of zij de andere nog weet te liggen. De buurman schreeuwt nog steeds. Apport. Ja goed, zo, braaf. Dus dan krijgt ze inderdaad even een apport ondersteuning om, goed zo, flinke meid, om die dummy te halen. Goed zo. Ga ik even kijken of de boel relaxed genoeg is. Want ze waren allebei behoorlijk onder de indruk van het geschreeuw van de buurman. En dat gaat goed. Blijf. Blijf. Duggan. Dakota. Allebei tegelijk. Goed zo, flink. Knap hoor, knap hoor. Goed gedaan. Mooi hoor. Heel goed. Blijf. Duggan. Dus nu puur op naam. Duggan mag de dummy vast blijven houden. Dakota. Flink hoor. Goed zo, jongen. Ja, flink. Hartstikke goed. Mooi. Kom maar. Blijf. Dakota. Goed. Haha, knappe meid hoor. Dakota, nee. Nee. Zit. 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 Blijf. Dakota. En daar had je even een staaltje. Goed, flink hoor. Communicatie tussen mij en Duggan. Blijf. Nee.
Flink. Goed zo, flink hoor. Oké, goed zo, knappe man. Knappe man, goed gedaan. Dus wat je nu even zag, ja, dat soort dingen, dat gebeurt dan tijdens zo'n oefening wat ik eigenlijk even niet had verwacht. Maar ja, zo zie je maar, je moet geen verwachtingen hebben. Was nu de tweede of de derde keer al dat Dugger vertrok terwijl ik de naam van Dakota zei of wilde gaan zeggen en duidelijk naar Dakota keek en het handgebaar ook voor Dakota zou zijn. En dat hij dan inderdaad vertrekt. Eén keer vind ik dat prima, maar met de tweede of de derde keer, de relatie die Dugger en ik hebben en waarvan ik weet wat hij kan, is dat ik weet dat hij Dakota kan laten apporteren en dat hij langer kan wachten. Nu had hij zo'n behoorlijke gedrevenheid, om wat voor reden dan ook. Dat kan de spanning zijn van het geluid van die buurman net, dat kan de spanning zijn van dat ik aan het filmen ben, dat ik aan het uitleggen ben, dat het gewoon spannend is op dit moment, dat hij er veel zin in heeft, het kan van alles zijn. Maar ik pak dan wel terug op wat wij samen kennen en dat is dat hij op een nee reageert, dat hij dan stopt met wat hij aan het doen is, dat hij zijn actie stopt en dat ik hem dus langer kan laten wachten of alsnog naar de richting sturen waar ik hem wil hebben. Met dat laatste stuk wilde ik hem eerst hebben naar de dummy die ik daar naartoe gooide en toen pas naar de dummy die ik hier naar beneden gooide. En hij vertrok gelijk voor degene naar beneden en dan stop ik hem dus met een nee en wijs ik dat hij naar die andere moet. Dat is een samenspel wat Duggan en ik al hebben. Dat zal ik bij Dakota nog niet gaan gebruiken, omdat hij behoorlijk stabiel apporteert, maar niet die stabiliteit vertoont die Duggan al heeft. En die enorme gedrevenheid die Duggan bijvoorbeeld heeft, die heeft Dakota nog niet. Of die zal ze misschien ook niet gaan krijgen of gaan hebben of in zich hebben. En dan ben ik daar voorzichtig mee om een nee toe te voegen. Dus dat is even het verschil tussen een Duggan en een Dakota. En dat was nou eventjes, in deze oefening kwam dat naar voren. Dat is ook leuk. Maar zo kan een trainingsmomentje gaan. Dan loopt het anders dan dat ik had bedacht. En dan alsnog wordt dat dan een interessant oefenmoment. En die invloed van geschreeuw van zo'n buurman op het geluid van de hond daar. Ja, daar heb je totaal geen controle over dat gebeurt. En dan is het bekijken van, kan ik dat dan verwerken in een oefening? Hoe ga ik daarmee om? En hoe gaan de honden daarmee om? Dat is leuk. Dat pakken we dan gewoon gelijk mee.